Er zijn van die kleine wondertjes die je soms in één keer via je ogen binnenkrijgt. Ja, die dieper gaan dan het zichtbare. En dat soort momenten onthoud ik. Dat soort momenten die blijven op mijn harde schijf staan. En dat soort momenten roep ik terug op als ik aan het schilderen ben. Ik ben met dit glasproject begonnen eigenlijk op het moment dat ik van mijn neef twee figuren kon krijgen. En die figuren die zijn aanleiding geworden om met de kleuren die ik sowieso al maakte, de ruimte in te gaan. En op het moment dat ik wist dat ik ook de ruimte wilde vullen met kleur, wist ik ook dat ik van mijn schilderij af moest. Dat ik naar een andere techniek moest zoeken. En omdat ik inderdaad in kerken altijd helemaal weg ben van de kleur van het glas in loodlicht. Hè, dat de atmosfeer wordt gevuld met kleur. Dat de kleur uiteindelijk tot in je tenen binnenkomt. Ook als je niet naar het raam kijkt, want die kleur is er. Die vult die ruimte. Wist ik dat ik met glas moest gaan werken. Ik ben in verschillende glasateliers uiteindelijk vier technieken gaan proberen om te vinden wat ik nu heb gevonden. Uiteindelijk ben ik bij glasfusing terechtgekomen. En daarmee kan ik schilderen zoals ik in mijn schilderijen schilder. Dit is bullseye glas. Dat is een speciaal soort glas uit Amerika. En dat is in verschillende kleuren. En doordat je kleuren op elkaar legt, kun je weer nieuwe kleuren mengen. Ik weet niet of je hier kan zien hoe dat bijvoorbeeld zo'n oranje aan de onderkant ineens rood wordt. Dat heeft te maken met een kleurtje in deze kleur, in de lila tonen, die ik er overheen heb gelegd. En die lila toon die haalt dan ineens uit zo'n oranje een extra kleurkracht en maakt hem daar rood. Het zijn drie kleurlagen met een transparante laag over elkaar. In de oven gegaan. En hè, de laatste kleurlaag kan je ook heel fraai zien. Die is niet helemaal gevuld. Die is in fragmenten nog erop gelegd, waardoor je ook nog een verdikking krijgt. Dus het wordt een hele tactiele vorm waar het licht doorheen valt, maar ook waar het licht opbreekt en opschijnt, zodat je net die randjes gaat zien. Toen ik mijn ontwerp had gemaakt, toen wist ik, dit is een verhaal dat is groter dan voor één persoon of voor één kantoor. Dus toen heb ik ook meteen bedacht, dit moet in de openbare ruimte. Dit is een verhaal, dit is voor iedereen herkenbaar en bedoeld. Want het gaat uiteindelijk over de cirkel van het leven. Het gaat over je dagen en je weken en je maanden. Het gaat over jouw seizoenen. Dus ik heb van begin af aan moeite gedaan om mensen te interesseren vanuit gemeente, vanuit politiek, vanuit bedrijfsleven.
om een openbaar gebouw te vinden voor dit project. Toen ik op een gegeven moment langs dit gebouw liep, wat nog in aanbouw was, zag ik de fragmentatie in de bakstenen gevel, waarbij het metselwerk een hele fraaie fragmentatie gaf. En toen wist ik, die fragmentatie die heeft te maken met mijn fragmentatie, met mijn kleurfragmentatie. Er is een link met dat gebouw. Dus mijn werk wat over het leven van mensen gaat en over de kleuren in het leven van mensen, zou hier perfect passen. En het wonder gebeurt. Hè? Ik mag het hier plaatsen. Het is een heel fraai gebouw, ook qua kleur, heel sympathiek. Waarbij de kleuren die ik gebruik fantastisch samenkomen. En er is zelfs een heel mooi plek voor vrijgemaakt. Aan de kant waar het licht doorheen schijnt, aan de raamkant. En nu staat het hier in de bibliotheek in IJsselstein. Ja, op de etage waar men ook de krant leest, waar men studeert, waar men ook even tot rust komt met een kopje koffie. En dan maakt het onderdeel uit van het leven van mensen. En ik denk dat dan zijn boodschap helemaal kwijt kan. Thank you.